Zo, hoe is het vandaag gegaan? Goed. Ja? Het gaat bijna nergens anders meer over aan de eettafel bij Hugo thuis. De kinderpostzegels. Het gaat dan nu ook heel goed met de verkoop. Zullen we eens kijken hoeveel dat we opgebracht hebben? Ja. Weet jij nog hoe dat moet? Ja. Pak ik mijn laptop hier. Hij heeft al 300 euro binnen en er komt nog zeker 1400 euro bij. Jeetje man. Had ik niet gedacht, hè? Nee. Dat was toen Hugo begon met de verkoop wel even anders. Hij hoopte dat zijn moeder de eerste klant zou zijn. Toen dacht ik van, bij de moeder heb ik wel een pocket. Als het dat niet gaat lukken, dan weet ik het ook niet meer. Ja, absoluut. Ja, dat zag ik wel aankomen inderdaad. En toen vroeg ik het en toen zei ze... Nee, eigenlijk niet, want ik gebruik nooit postzegels. Nou, toen keek hij een beetje sipjes en teleurgesteld. En toen was ik eigenlijk een klein beetje teleurgesteld. Dan doen we eigenlijk altijd via een online kaartenbestelbedrijf. Die regelen ook de postzegel voor je, dus ik heb eigenlijk geen postzegels nodig. Een onverwachte tegenslag en dan ook nog eens door je eigen moeder. Dat is even pittig. Maar in plaats van te treuren, gingen de hersens van Hugo juist aan. Ik heb een idee. Veel kaartjes worden via dit soort websites verstuurd. Je kunt ze daar zelf ontwerpen en er een tekstje bij schrijven. Als hij af is, zorgt de website ervoor dat hij wordt bezorgd. Met de post en dus ook met postzegel. Waarom zouden dat geen kinderpostzegels kunnen zijn, dacht Hugo. Zou het geen top idee zijn als elke kaart met een kinderpostzegel wordt verstuurd? En toen vroeg hij of hij de baas van dat bedrijf dan een mailtje mocht sturen. Nou, ik als moeder natuurlijk gezegd van, joh, hou er rekening mee, daar wil ik nooit meer iets van horen. Maar nou ja, hij wil het toch graag proberen. Hoop dat dit kan. Groetjes Hugo Teunissen. Het antwoord kwam toch. Hugo weet nog precies hoe dat ging toen zijn moeder hem ophaalde. Toen zei ze van, goed nieuws. We willen dus graag 1000 kinderpostzegels van jou kopen. 1000 kinderpostzegels, hoe is het mogelijk? Alles bij elkaar heeft Hugo nu al een recordbedrag binnengehaald. En de actie is nog niet eens voorbij. Het kan dus nog meer worden. Die zit erop. En tja, hoe begon het allemaal ook alweer? Als ik gewoon ja had gezegd, dan was hij op dit idee natuurlijk nooit gekomen. Nee.